Daily Minutes Extra, nummer 1427, met een uitzending van vandaag, 2 oktober 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Onderwerpen zijn vandaag zelfbouw en een onwaarschijnlijke uitvinder op het gebied van onze hobby. Verder is er een nieuwsbericht. Vandaag hebben we in de uitzending, want het is een uitzending, data van 2 seconden. En daarnaast ook 90 seconden voor een SSTV-plaatje. Waarom? Ja, gewoon omdat het kan. Data en SSTV werken ongetwijfeld fantastisch als je via de YouTube- en podcastversies van de Daily Minutes Extra luistert. Het kanaal van dmr.li is echter voorzien van een intensieve audioprocessing. Om die reden zou het kunnen dat de data, en met name die van 8PSK, al die bewerking niet ongeschonden passeert. Ik ben daarom benieuwd naar de resultaten, dat wil zeggen rapporten. De uitzending ging gisteren in elk geval goed. Ik had vooral nog gekeken vooraf naar de instellingen voor dmr.li en voor het aantal mensen dat via Echolink met PI3XDV kan koppelen. Het is altijd goed om daar een hoop reserve te hebben. PI3XDV bleek te zijn ingesteld op maximaal 10 gebruikers via Echolink. Dat heb ik verhoogd naar 32. Dat is vast wel genoeg en zo niet, dan vergroot ik het alweer. Als de repeater helemaal bezet is, vol bezet, dan krijg je als het goed is een melding, tenzij zich meerdere mensen tegelijk aanmelden. De stream op dmr.li bestaat onder een andere naam al heel erg lang. Vanaf 11 jaar geleden heb ik een aantal jaren een stream gehad met het geluid van D-Star. Voor de grap heb ik daar toen een stream bijgezet. In eerste instantie eigenlijk meer voor eigen gebruik voor diverse doeleinden. Vanaf het begin van die uitzendingen, dat was in 2012 of 2013, werd via die stream ook de PA00 nieuwsuitzending op PI3UTR daar verspreid. En vanaf het begin geldt dat ook voor de Daily Minutes. In die zin wist ik al dat de stream eigenlijk moest werken. Ik heb er ervaring genoeg mee immers. Ik heb nog even gecheckt. De stream die staat ingesteld op maximaal 100 luisteraars. Gisteren bij maximaal 28 luisteraars bleef dat alles zonder mankeren werken uiteraard. Mocht je toch haperingen constateren, laat me dat dan weten. En schakel eventueel tijdelijk over naar luisteren via YouTube. youtube.com/pnoete om precies te zijn. Dan nu het nieuws van vandaag. Ontwikkelingen in de ether is een nieuwsbrief van agentschap Telecom die vandaag uitkwam. Het magazine heeft dit keer 3 onderwerpen. Quickscan, uitval, Telecom prikkelend voor veel organisaties. Wet, beveiliging, netwerk en informatiesystemen maakt Nederland weerbaar. Maar wat er voor mij uitsprong was het onderwerp onderzoek naar LED-verlichting. LED-verlichting kan soms venijnige storingen veroorzaken. Berucht zijn bijvoorbeeld de verschillende soorten kerstversiering die al dan niet rechtstreeks of via bedrijven hier in Nederland op de markt terechtkomt. Af en toe stilstaand beeld op je tv, tikken en kraken op je radioontvanger, dat zijn voorbeelden van hinder die ontstaan door LED-verlichting die stoort. Reden voor agentschap Telecom om LED-lampen te onderzoeken, zo begint het AT-artikel. We zien van alles voorbij komen aan storingen, zegt Ron Molenkamp, projectleider van het onderzoek naar LED-lampen. Van die blokjes met pixels op je tv of storende huistelefoons, zoals dektoestellen, de korte golf kan verstoord worden. En de radiozendamateurs hebben er last van. Reden voor agentschap Telecom om een onderzoek in te stellen. We hebben al eerder controles uitgevoerd op LED-lampen, gaat Molenkamp verder, en leveranciers op hun verplichtingen gewezen, maar we weten nog steeds dat er verlichting op de markt is die niet goed is. Er wordt steeds meer LED-verlichting verkocht. Veel bedrijven gaan bijvoorbeeld in hun hele gebouw over op LED. Met dit onderzoek kunnen kopers straks zien welke onderzochte lampen storen en welke niet. Het onderzoek dat AT deed richtte zich op 50 leveranciers die dit soort verlichting verkopen. AT vroeg de bedrijven om lampen uit hun assortiment op te sturen. Meerdere exemplaren om uit te sluiten dat het een enkel exemplaar is dat door een defecte storing veroorzaakt. Daarnaast werd aan de leveranciers gevraagd of en wat ze zelf al hadden ondernomen om de storing te voorkomen. Hebben ze de verlichting bijvoorbeeld op ongewenste uitstralingen laten testen? Agentschap Telecom kan wel degelijk optreden. De maatregelen daarbij die hangen af van de impact van de storing. Zaken die daarbij een rol spelen hebben alle betrekking op de impact. Er wordt een risicoanalyse gedaan op basis van de volgende vragen. Hoe erg storen de lampen? Wat is de impact op de gestoorde apparatuur? Zijn er veel of weinig van verkocht? En heeft het bedrijf inmiddels verbeteringen doorgevoerd? Het bedrijf met de storende verlichting krijgt vervolgens de kans om te reageren. Als de fout hersteld kan worden, dan moet het bedrijf dat doen. Als het om een grote storing gaat, kan een product uit de handel genomen worden. Een bedrijf kan een goede indruk maken door vrijwillig al met verbeteringen te komen. Het onderzoek loopt nog tot eind december. Agentschap Telecom wil de testresultaten op haar website publiceren, zodat klanten de juiste keuze kunnen maken. Hedy Lamarr is een naam die niet veel Nederlanders iets zal zeggen.
Lamarr, die geboren werd op 9 november 1914 in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, zoals dat land tot het einde van de Eerste Wereldoorlog bestond. Lamarr speelde in 1933 in een Tsjechoslovaakse en veel bekritiseerde soort van pornofilm genaamd Ecstasy. Ze ontvluchtte vervolgens min of meer haar eerste echtgenoot, een zeer rijke Oostenrijkse munitie- en wapenfabrikant, en ze verhuisde in het geheim naar Parijs. Lamarr, die bekend stond om haar verbluffende schoonheid, verhuisde vervolgens naar Londen, waar ze kennis maakte met Louis B. Mayer, hoofd van de studio's Metro-Goldwyn-Mayer, die haar een filmcontract in Hollywood aanbood. Ze speelde daar tussen de jaren 30 en de jaren 50 in tal van A-list films en is vooral bekend als filmster. Tijdens de oorlog werkte ze belangeloos door haar bekendheid aan te wenden voor de verkoop van zogenaamde war bonds, de oorlogsobligaties waarmee de oorlog voor een deel kon worden betaald. Ze werkte daarnaast ook als filmproducer. En je zult je afvragen, wat heeft het voorgaande met de zendhobby van doen? Lamarr was behalve beeldschoon en zeer getalenteerd en succesvol in de filmwereld, ook heel sterk in wat genoemd wordt de beta-vakken. Hoewel ze geen opleiding op dat gebied had, ze was een autodidact, was ze uitvinder. Ze bedreef dat uitvindersvak als hobby. Zo vond ze een verbeterd verkeerslicht uit en een tablet die in een glas water kon gooien om er een koolzuurhoudend frisdrankje van te maken. Verschillende van haar uitvindingen werden vervolgens gefabriceerd, maar niet de frisdrank, waarvan ze zelf zei dat het vooral smaakte naar Alka-Seltzer, een in de VS heel bekende pijnstiller die je in water moet oplossen. Voor het grote publiek was deze uitvinderskant van de beroemde en beeldschone Hollywoodster volkomen onbekend. Iemand die wel van haar opmerkelijke hobby afwist, was uitvinder en luchtvaarttycoon Howard Hughes. Zij besprak met hem hoe zijn vaak lomp en langzaam uitziende vliegtuigen meer de schijn van een stroomlijn zouden kunnen krijgen. Later in haar leven besprak ze haar relatie met Hughes in een interview en dat hij haar uitvindershobby toen ze een relatie hadden van harte ondersteunde. Hij stelde haar zelfs geregeld zijn team van zeer begaafde ingenieurs ter beschikking die daarbij van Hughes precies moesten doen wat zij hen aangaf. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hoorde Lamarr ervan dat de radiografisch bestuurbare torpedo's die de Amerikanen op de Duitsers afschoten door die Duitsers gemakkelijk gestoord konden worden, waarbij de koers van de torpedo's veranderd kon worden. Lamarr stelde vervolgens als eerste een systeem van frequentiehopping voor, wat ze ook concreet uitwerkte, waarmee de torpedo's niet meer via een ontvanger konden worden gevolgd en via een zender gestoord. Ze nam vervolgens contact op met de bekende componist en pianist George Antheil, waarmee ze bevriend was, die zelf ook technisch begaafd was om haar te helpen een werkend apparaat te maken waarmee het concept in een praktische setting kon worden gedemonstreerd. Antheil hielp haar vervolgens om een apparaat te ontwikkelen om dat te kunnen doen. En het lukte hem door het mechanisme van een geminiaturiseerde automatische piano te gebruiken en die te synchroniseren met de radiosignalen. Ze maakten samen vervolgens het ontwerp voor het frequentiehoppingssysteem waarbij Lamarr en Antheil daarop patent aanvroegen. Dat patent, US patent 2,292,387, werd op 11 augustus 1942 toegewezen. Een patent dus waar tegenwoordig onze wifi-routers voor een groot deel op gebaseerd zijn. Antheil zei hierover later het volgende. We begonnen te praten over de oorlog, die er in de late zomer van 1940 grimmig en zwart uitzag. Hedy zei dat ze zich niet zo op haar gemak voelde als ze daar in Hollywood zat en veel geld verdiende, terwijl de toestand elders zoveel anders was. Ze zei dat ze veel wist over munitie en verschillende geheime wapens en dat ze serieus overwoog om MGM te verlaten en naar Washington D.C. te gaan om haar diensten aan te bieden bij de pas opgerichte uitvindersraad. Het bleek echter technologisch moeilijk te zijn om het frequentiehoppingssysteem te implementeren en in die tijd was de Amerikaanse marine daarbij niet ontvankelijk voor uitvindingen die van buiten het defensieapparaat kwamen. In 1962 echter, ten tijde van de Cubaanse rakettencrisis, verscheen eindelijk een bijgewerkte versie van het ontwerp van de vinding van Lamarr en Antheil op marineschepen. Lamarr heeft wel eens aangegeven dat ze zoveel van wapens wist door haar eerste man, die Oostenrijkse munitie- en wapentycoon. Een uitvinder op elektronica-gebied, en dat in die tijd als vrouw, dat was al heel bijzonder. Maar een van de bekendste Hollywoodsterren van die tijd, ja, dat was onvoorstelbaar. Notabene, delen van dit verhaal zijn gebaseerd op de tekst van de Engelstalige Wikipedia. Vanavond de D-Star-ronde op D-Star Repeaters en via www.pd4fmj.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.